Davinia van Mechelen en vandaag Belgian Red Flames Kroatië. Eerste match in de kwalificatie. Hoe liep het? Heel goed, denk ik. Als je met 6-1 wint, de eerste wedstrijd is altijd mooi. En ik denk dat de ploeg heel veel vertrouwen heeft laten zien. En dat is het belangrijkste. Ja. Voor jou een invalbeurt, net als tegen Engeland. Hoe belangrijk is dat voor jou? Ja, voor het vertrouwen is dat super. En het vertrouwen dat ik van de coach en van de speelsters krijg rondom is natuurlijk heel belangrijk om een goede prestatie te leveren. En dat is wel gelukt. Ja. Je scoort ook een goal, de 6-0. Ja, dat is mooi meegenomen. Ik heb in Twente ook superveel vertrouwen gekregen, waardoor alles beter en beter lukt. Dus dat is fijn. Ja. Je zegt het, bij Twente speel je nu, na PSG, PSV, Twente. Daar speel je binnenkort Champions League tegen St. Pölten. Hoe belangrijk is het daar dat je die eerste ronde haalde? Ja, superbelangrijk. Ik denk dat ons doel was om door te gaan naar de volgende ronde. En nu gaan we gewoon heel hard werken als team, want het is echt een superteam. En hopelijk gaan we terug door naar de volgende ronde en komen we uit tegen PSG. Ja, en met de Red Flames, hoe zie je dat? Vervolg is in Roemenië binnen een maand. Ja, ik denk dat het een leuke wedstrijd gaat worden, zoals al onze wedstrijden. En we gaan weer heel mooi voetbal laten zien en dat is het belangrijkste voor de supporters. Oké, ik dank je en proficiat. Dank je wel.